Nick Gielekes, jij start aan je tweede seizoen bij OHL, bij de hoofdmacht. Wat voor een speler ben jij eigenlijk? Wat voor een doelman ben jij? Ik ben momenteel nog een doelman in opleiding eigenlijk. Ik probeer zoveel mogelijk op te pikken. Op training van onder andere mijn trainer, keeperstrainer, Jurgen de Braakleer. En ja, zoveel mogelijk nog op te pikken van Bailly en Deenaerts, die een pak ervaring hebben. En daarmee naar de toekomst toe iets te kunnen betekenen. De ambities van de club zijn zo top 3. Wat zijn eigenlijk jouw persoonlijke ambities? Zoveel mogelijk spelen? Zoveel mogelijk bij selectie aanleunen. Eventueel eens een paar keer op de bank mijn plaats kunnen krijgen. Want dat is mij tot nu toe nog niet gelukt. Dus vooral dat. Om zo dicht mogelijk eens bij het veld te zitten. Momenteel is het nog altijd de tribune, maar... Er is veel te doen rond de situatie Bailly. Hoe beleef jij die? Vertrekt hij niet? Ik blijf daar rustig over. Dat zijn eigenlijk niet mijn zaken. Voor mij maakt het niet echt veel verschil uit dat hij zou blijven of vertrekken. Je zegt het maakt niet veel verschil uit, maar als hij weggaat is er wel een plekje over. Dan is die plek op de bank daar. Maar op zich kan ik nog veel van hem leren. Hij heeft die ervaring voor 35.000 man te spelen in Duitsland, soms 70.000. En die rust bewaren, dat heb ik nog niet. En kwaliteit dat hij heeft, kan ik ook nog altijd een beetje oppikken van hem. En daarmee mijn eigen kwaliteiten verbeteren. Je bent nog een heel jonge doelman. Waar leg jij nu zelf voor jou de lat? Momenteel is mijn lat gewoon nog leuven en zien dat ik mijn contract goed uit doen en dat ik daardoor misschien kans maak om contractverlenging en eventueel in het oogval van andere clubs of het liefst zou ik zelf hier blijven. Ik ben graag bij deze club, maar we zien wel wat de toekomst brengt.